Er is een flink tekort aan doktersassistenten, zowel landelijk als in Gelderland. Om daar iets aan te doen, is het ROC Nijmegen sinds afgelopen jaar gestart met een opleiding voor zij-instromers. Naast de theorie op school gaan de studenten hierbij direct aan de slag in een dokterspraktijk. Paulus Potter met Annika, assistentleerling. Annika Leenders heeft begin dit jaar de overstap gemaakt van de wijkverpleging naar doktersassistent. Ik liep heel erg tegen de onregelmatige diensten aan. En in de wijkverpleging was het niet mogelijk om alleen regelmatige diensten te werken. Dus heb ik ervoor gekozen om een carrière switch te doen. En zo zit Annika één dag in de week weer in de schoolbanken. Bij alles is het belangrijk dat je wat je waarneemt, dat je de arts erover meeneemt. Een doktersassistent leert technische vaardigheden zoals bloedprikken. Voel je? Maar moet ook inschatten hoe iemand in zijn vel zit. Dus niet echt een kunstje leren, maar echt ook van wie ben je als doktersassistent, wat heb je dan te bieden. Dus het is kennis, vaardigheden en attitude, dat wordt eigenlijk aangeleerd. En omdat het zo hand in hand met de praktijk gaat, zien we dat er ook een enorme groei in is. Ik overleg heel even met mijn collega, momentje. Bij deze dokterspraktijk zijn ze maar wat blij met het extra personeel. Ja, er is echt een schrijnend tekort aan doktersassistenten. En hebben we in onze praktijk eigenlijk nog heel veel geluk. Maar in andere delen van het land is het echt vreselijk. Er is niet meer aan te komen. En Annika is blij dat ze na zijn theorie op school gelijk in de praktijk aan de slag kan. Op school wordt het nagespeeld, maar dit is natuurlijk echt. Je weet niet wat er van tevoren komt. Dus je moet goed opletten. Ja, je moet zelf ook goed nadenken over en opzoeken wat belangrijk is. Oké, tot dan. Dag.